Zeer simpel eigenlijk. De kokende kippenbouillon die we er gaan opgieten. Je moet dat niet gaan koken. Het is niet dat u couscous hierin moet gieten. Wat gaan we doen? Als we één hoeveelheid van dat hebben, gaan we eigenlijk dubbel zoveel gevoelde bouillon erop gieten. En dat laten zwellen. Zo. De bouillon zelf moet echt wel tegen het kookpunt zijn, dus we kunnen daar beter een deksel op zetten. Onze couscous is dan niet erg. Het is bijna tegen het kookpunt. Wat gaan we doen? We gaan die daar gewoon simpelweg opgieten. Ongeveer dubbel zoveel bouillon als bulgur. Dat moet daarvoor niet koken, maar een bulgur gaat zwellen. Hij proeft ook zelf. Dat zijn oké, wanneer is hij goed? Oké, als je proeft en er zitten nog harde deeltjes in, ja, dan is het uiteraard niet goed. Maar de bulgur zelf is zeer belangrijk gewoon als ze gaar is. Hè. Dus gaar. Onze bulgur die gegaard is, wat doen we daarbij? Terug dezelfde basis van die ratatouille. En inderdaad, soms moet je het ook niet ver gaan zoeken. En nu niet moeilijker maken dan het is. Nog een paar blaadjes basilicum die Niels gaat snijden. En eigenlijk koud vind ik dat persoonlijk lekkerst. En uiteraard is dat wel een keer proeven. Maar het ziet er al sinds wel goed uit.